weg op 7-8 van de meer stroom is gewoon goede. En wij doen mee met de e-waste race. Yay! Ik ben Carice. Ik ben Renske. En ik ben Lotte. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om elektronisch afval in te zamelen? We hebben gastles op school gekregen. En dat we al veel met milieu doen op school, is het wel, dachten het is wel leuk om gewoon mee te doen. En we willen graag, het lijkt ons leuk om ook te winnen. Wat houdt de wedstrijd in? E-waste is een vorm van oude elektronische apparaten. En dit zamelen wij in, zodat we, want anders hebben we over in 2030 geen elektronische apparaten meer. En dat houdt het een beetje in. Wordt het dan gerecycled? Heel veel van die elektronische apparaten die worden niet goed gerecycled. En dat is dus heel erg slecht voor het milieu. De wedstrijd is zoveel mogelijk kapotte elektrische apparaten. Bijvoorbeeld een printer is overig, want dat is niet per se, of een tv. Dat is dan 30 punten. En als je heel veel hebt, bijvoorbeeld je hebt 3 tv's, dan heb je 90 punten. En dat moet je dan invoeren en er doen nog meer scholen mee in West-Vlaanderen. En dan wie uiteindelijk de meeste punten heeft gewonnen. Waar gaat het elektronisch afval naartoe? Dat gaat naar de Milieustraat en vanaf daar wordt het meestal wel goed gerecycled. Maar als je het niet naar de Milieustraat brengt, dan wordt het niet goed gerecycled. Hoeveel punten hebben jullie al verzameld? Rondom de 7000 zoiets. Lukt het goed om het elektronisch afval in te zamelen? Ja, want er zijn al 2 ladingen elektronisch afval weg. En we gaan ook nog heel veel doen, zoals flyeren. We gaan nog proberen om een speciale inzameldag te doen. We gaan met spandoeken door Groeden lopen. En we hebben ook al posters opgehangen. En door we gaan ook een filmpje maken. En door de extra dingen die we allemaal doen, krijgen we ook nog 10 punten extra per leerling. We scheiden ons afval, dus we hebben een eigen milieustraat. En we mogen niet meer zoveel plastic pakjes en zo meenemen. En proberen om niet iedereen een plastic flesje, maar gewoon je eigen fles bijvoorbeeld. En zulke soort dingen allemaal. En lichtknopjes uit en aan als we ergens geweest zijn. En dan zulke dingen een beetje. Wat gebeurt er met elektronisch afval als het niet ingezameld wordt? Dan wordt het in de vuilnisbak gegooid. En dan moeten kinderen in Afrika en andere arme landen, moeten ze voor heel weinig geld, maken ze het nog kapotter. Dus uit tv slaan ze glazen. En dan verbranden ze het. En dat is heel slecht, want er komt al die rook. Dat is heel slecht voor ons en voor die kinderen zelf, maar ook voor de natuur. En als ze zo blauw drijven gaan, gaan er alle grondstoffen op. En dan kunnen we nooit meer nieuwe apparaten maken. Oké, dus recyclen is belangrijk. En zorgen dat er geen giftige stoffen in Afrika komen. Ja, dat klopt. En ook, want anders hebben we over 30 jaar geen elektronisch afval meer. Dus dan zouden we, als we zo blijven doorgaan, dan hebben we gewoon geen mobieltjes meer of computers of laptops. Ja, ja. Want uit het afval kunnen weer grondstoffen gewonnen worden. Ja, want er zitten ook heel veel grondstoffen erin, zoals goud, koper, zilver. En als dat, dan kunnen we ook niet, dan hebben we ook heel weinig spullen meer om te maken als dat allemaal door niet goed te recyclen verdwijnt. Wat vind je van het initiatief? Ja, ik vind het wel heel goed dat we dit en zo doen, maar ik vind, we moeten wel iets doen, want als we zo doorgaan, dan komt het ook niet goed. Dus ik vind dat we goed bezig zijn en we moeten er echt iets aan doen. Hebben jullie ook veel geleerd van deze actie? Eigenlijk wel, want we hebben een gastles gekregen van de organisatie van e-waste. En die hebben allemaal dingen uitgelegd waar het afval naartoe gaat als het niet goed wordt gerecycled en als het wel goed wordt gerecycled. En eigenlijk was dat wel heel erg interessant. Dus het was wel leuk. Oké, dus jullie hebben veel geleerd over duurzaamheid. Hoe gaat het in zijn werk, dat inzamelen? Wij moeten dus alle containers vullen. Dan gaat het naar de CO's reinigingsdienst en die zorgen dan dat het gecontroleerd wordt bij e-waste en dan wordt het weer goed gerecycled. Hoe weten de mensen dat ze het bij jullie kunnen inleveren? Allereerst, het kwam in de nieuwsbrief van onze school, dus dan weten sowieso al alle ouders van school het. En we hebben ook posters opgehangen, zodat mensen kunnen zien van, heb je nog e-waste, dan kan je het bij ons op school inleveren. En
Oh ja, en bij Facebook en Instagram hebben we ook wat berichten geplaatst en zo. En dan vragen of iedereen dat wil delen en zo. En dan kun je ook zien dat je je e-waste bij ons op kan inleveren. Is het ook leuk om te doen? Nou, eigenlijk wel, want je bent er best wel actief mee bezig. Zoals wij die doen dan bijvoorbeeld, ja, je hebt in de PowerPoint zei je hebt verschillende mensen. Dus je hebt management en de mensen die alles invoeren en dingen die flyeren en creatief bezig zijn. En wij hebben eigenlijk heel veel gebeld en mails gestuurd, omdat we qua verspreiding willen we ook heel veel doen. Dus het is eigenlijk wel heel erg leuk, want je bent heel erg veel bezig en ook met elkaar en je leert er ook heel veel van. Ja, heel erg leuk. En we zijn ook er heel erg mee bezig, want we gaan op de woensdag en op de zaterdag zijn we ook al naar school geweest om ermee bezig te zijn. En het bellen is ook wel echt wel leuk, omdat je dan ook een keer wat anders doet dan normaal. Vind je het ook leuk? Ja, ik vind het heel leuk, want ik vind het heel leuk bijvoorbeeld om met te bellen voor dingetjes en zo en om te komen helpen en spandoeken schilderen. Vind ik echt superleuk, ja. Oké, bedankt voor het interview. Hey.